Goedemorgen Koen, ik kom je even heel veel succes wensen met jouw eerste werkdag als bakwagenchauffeur. Ik heb een lekker ontbijtje meegebracht en alvast een lunchpakketje om jou veel succes te wensen voor jouw eerste werkdag als bakwagenchauffeur. Dankjewel. Alsjeblieft. Wat een verrassing. En vergeet je werkschoenen niet natuurlijk, hè? Dank je. Alsjeblieft. Goedemiddag, gesprek met Kim Vrolijk, Tempo Team Transport. Of Koen nog beschikbaar is? Nee, die is al lang alweer aan de slag. Wanneer wel? Voorlopig niet in ieder geval. Oké, we houden contact. Doeg, fijne dag. Werktijden bepalen. Ik heb de auto vast klaargezet. Ik breng je naar de verjaardag van je moeder. En ik heb al een cadeautje meegebracht. Dus stap snel in, daar gaan we. Hey, goedavond. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ik kom Koen even succes wensen voor morgen. Hey, zou je dat nou wel doen, Koen? Je hebt morgen je praktijkexamen, CE-chauffeur. Maar even serieus, het is allemaal natuurlijk heel overdreven neergezet. Maar de arbeidsmarkt is het afgelopen jaar ontzettend veranderd. De klant is koning, maar de kandidaat is keizer. Ik doe er alles aan om goed te luisteren naar de kandidaat, om zo een passende loopbaan voor de kandidaat te creëren. Ook om een goede band op te bouwen, te binden en te boeien en op te leiden waar gewenst. En dat maakt mij intercedent van het jaar. Ik ben Kim Vrolijk, werkzaam bij Tempo Team Transport en intercedent van het jaar 2017.